Iedereen voelt het in zijn portemonnee. De energierekening blijft stijgen en we zoeken steeds meer middelen om er iets aan te doen. In Gent nemen sinds enkele maanden een 160-tal bewoners deel aan het project Klimaatwijken. Dat zijn teams die trachten hun gezamenlijk energieverbruik met 8% naar beneden te halen. En dat in een half jaar tijd. Het is een project van de Bond Beter Leefmilieu. Dat idee komt eigenlijk van dat mensen veel sneller en makkelijker iets bereiken als ze iets in groep doen. Dus het is ook wel een vrij groot sociaal aspect dat eraan vasthangt. Want als je dat alleen moet doen, als je dat in groep doet, dan kun je je ervaring uitwisselen met andere mensen. En je kunt elkaar motiveren, je kunt tips uitwisselen. Dit is de tussentijdse evaluatie van de Milieudienst. Het project loopt sinds 1 november en dat tot eind april. Er doen 14 teams mee en ze doen het goed. Gemiddeld besparen ze 11% energie. Ik heb ondertussen al 40% energie bespaard en ik had dat helemaal niet verwacht. Ik vind het wel heel veel in vergelijking ook met de anderen van de groep. Wij letten, ikzelf en de kinderen dan, vooral op alles wat er ook maar kan bespaard worden. Wij letten bijvoorbeeld dat alle stekkers uit zijn als we ergens niet meer zijn. De televisie zetten we ook de stekkers uit. Wij nemen meer douches in plaats van baden. Dit is de vaatwas. En vroeger liet ik hem altijd draaien overdag. En tot dan ze mij gezegd hadden dat ik hem best liet draaien vanaf 10 uur en enkel in het weekend. Dit is de badkamer. Daar hebben we ook een spaarlamp voor lopen, dus dat kan ik zien. Hier het toilet is dus een dubbele knop voor een klein toilet, groot toilet eigenlijk. Dus dat is ook besparend. Dan hebben we hier de douche. Daar hebben ze van Klimaatwijken een soort tussenstuk gestoken, dat het water eigenlijk zachter denk ik eruit komt. Nancy bespaarde sinds november al meer dan 40%. Sinds de start van het project heeft ze al veel bijgeleerd over rationeel water en energieverbruik. We hebben eigenlijk direct ja gezegd, omdat we dat hier nogal een toffe buurt vinden en omdat iedereen meedeed in onze buurt. En ook vooral, we hebben heel goede tips gekregen voor energie te besparen eigenlijk. Dus vooral de vaatwas, de wasmachine en al. Met me zeggen, gevoelt dat wel. Enkele eenvoudige tips. Gebruik spaarlampen in plaats van gloeilampen. Schakel na gebruik je tv of pc helemaal uit. En laat geen adapters in het stopcontact zitten. En vergeet ook niet om goed te isoleren. Simpele maatregelen waarmee je veel geld kan besparen. Als je bijvoorbeeld de verwarming op 20 graden zet. En die stond vroeger op 21 graden. Dus dat is een kleine aanpassing van 1 graad. Dan bespaar je al vlug zo'n 40 euro per jaar. Als je dan ook zorgt dat die 's nachts op 60 graden staat en iets minder, dan heb je veel minder energie nodig om terug een goede temperatuur te krijgen. Deelnemen aan het project is niet meer mogelijk, maar je kan natuurlijk wel veel centen besparen door zelf energiezuinig te leven. Tips vind je op vzweergent.be of bel naar 09 218 75 90. Bij de Milieudienst krijg je meer info over het project Klimaatwijken op 09 268 23 00. In de centrale kan je zondag kennis maken met liefdesliederen uit Anatolië, Turkse traditionele muziek, aangevuld met instrumentale nummers. 6 tot 13-jarigen kunnen zich in de krokus- en paasvakantie uitleven met het atelier Ridders en Jonkvrouwen. In het Gravensteen en het Miat komen ze alles te weten over de middeleeuwen. Ook in het Museum voor Schone Kunsten kan je in de schoolvakanties terecht voor jeugdateliers. In het museum gaan de kinderen op zoek naar kunstwerken over lekker eten en natuurlijk kunnen ze zelf ook aan de slag. In 2020 is de miljoenste bewoner van Gent migrant uit Bavikhoven. Hoe zie jij Gent in 2020? De stad Gent nodigt iedereen uit om zijn visie te geven op de toekomst van Gent. Post een filmpje op YouTube of word lid van de Facebookgroep. Het resultaat van jullie reacties krijg je te zien op 27 maart in Kunstencentrum Vooruit. Meer info vind je op gent.be/gentovermorgen.